Ik zit hier wel gewoon chips te eten. Maar ik wel gewoon honger hebben. Maar om mijn eigen video mee hebben. Ik had ook al wel make-up op mijn bakken kunnen dus meenemen. Maar ja, hè? Hebben we niet gedaan. Hoi, ik ben Jana en welkom bij weer een nieuwe video. Leuk dat je kijkt. Als je mij nog niet kent, vergeet dan niet te abonneren. Want dan heb je meer zulke video's en dat is super leuk. Vandaag heb ik een... Ik vind het een speciale video. Ik ga vertellen over iets wat ik eigenlijk nog nooit heb verteld. Storytime dus. Daarom heb ik chippies. Iced tea. Ik ga er een keer eens eventjes goed voor. Het leek echt alsof ik geen broek aan had, maar dat was schurm in mijn. Daarom ga ik even goed voor zitten. Oké, laten we vanaf het begin beginnen. Toen ik in 4 MAVO zat, toen had ik een vriendje. Wat best wel serieus was. Het was mijn eerste serieuze relatie. En alles wat erbij kon kijken. En op een gegeven moment, toen had ik een foto, wilde ik een foto naar hem sturen. Ik had daar mijn joggingbroek aan. Ik had alleen geen shirt, maar ik had een BH aan. En ik maakte zo'n foto in de spiegel. Good night. En ik... Toen was ik helemaal geen mooie foto. Ik weet ook niet waarom, maar... Ja, dat deed je toen, weet je wel. Hij woonde ver weg. Ik dacht van, hey... Gewoon even laten zien wat je ook weer voor leuke vriendin had. Nou, en ik had als in een soort van automatisme. Alles wat ik zeg maar in mijn alles wat ik naar hem stuurde, zet ik vaak ook in mijn verhaal. Dat ik gewoon hem aanklikte en mijn verhaal. Dat was automatisme. En ik stuurde niet echt van zulke foto's. Dus ik had ook niet zoiets van, nu moet ik even opletten. Dus ik drukte automatisch op mijn verhaal. Ik had het zelf niet door. Dus ik ging gewoon verder. Ik ging op mijn bed liggen. Ik was nog aan het appen. Op een gegeven moment kreeg ik een appje van een jongen. Die woont hier in het dorp. En die zei, leuke foto, heel in je story. En ik wist gelijk. Ik dacht, kut. Toen stond die foto in mijn story. Dat was nog niet eens, denk ik, het allerergste. Ik vond het heel erg op dat moment. Ik ben gaan ontkennen dat ik het was. Wat super dom was ook eigenlijk. Want het sloeg. De foto was niet eens erg. Maar als ik gewoon zelf had gereageerd. Oeps, foutje. Dan had iedereen gedacht. Oh, oké, weet je. Maar ik reageerde helemaal in paniek. En daarom vonden mensen het leuk. En die gooiden olie op het vuur. En het werd alleen maar erger. Dus. Nou, mensen hadden het gezien. Ik had gelijk aan mijn ouders verteld. Ik vertel best wel veel aan mijn ouders ook. En toen ik op school kwam. Gelukkig had ik. Vakantie of toetsweek of zo. Ik hoefde niet heel erg vaak naar school die week. En mensen begonnen wel dingen tegen me te zeggen. En er werd naar me geroepen. Want op dat moment was ik al bekend. Ik had al meegedaan met het Junior Song Festival. Dus mensen... Het was gewoon een heel groot ding geworden of zo. Terwijl er heel vaak veel ergere foto's uitlekken bij ons op school. Was dat van mij een heel groot ding geworden. Op een gegeven moment... dat was dus, vond ik, het allerergste. Toen werd er een Instagram-account aangemaakt. Dat heette juliavanbergen.naked. En daar werden foto's opgezet van naakte meisjes. Of half naakt, of ontbloot bovenlichaam, ontblote billen. Zonder een hoofd. Dus elke keer met een hoofd eraf. En dat was ik niet. En... Heel veel mensen denken nog steeds dat ik het was. Als ik mensen bijvoorbeeld nu spreek die dat destijds wisten, maar ik niet met ze omging, die zeggen, was jij dat niet? Nee. Nee jongens, dat... Nee. Miscommunication, was ik niet. En toen vond iedereen dat super grappig. En daar hebben mensen ook heel erg op gereageerd. Van, oh wat is dat een hoer en wat een slet. Maar ik was het niet en het was natuurlijk een heel groot ding geworden omdat... Ik was het, dus dan wordt het altijd weer een groot ding. En dan is het heel simpel, dan weet het dan. En ze zetten er ook bij van een foto's van mij in bikini. En dan gingen ze het soort van vergelijken, terwijl ik het dus niet was. En heel veel mensen geloofden het ook niet. Want ik weet ook van de helft van de meisjes die op die foto staan, ben ik uiteindelijk achtergekomen wie het waren. En ik ken ook een paar meisjes. En er was ook een foto van een meisje die had geen BH aan. En die had zo'n sportbroekje aan. Zo'n beetje zo'n voetbalbroekje. Ten eerste draag ik dat niet. Ik ben geen voetbalmeisje of zo. Ten tweede zat een bad op de achtergrond en ik had geen bad. Dus moet je je voorstellen, ik voelde me heel gefrustreerd omdat ik het niet kon zijn. Het was niet eens in mijn badkamer. Dat ik op een gegeven moment
het aan mensen wilde bewijzen dat ik filmpjes ging maken van mijn badkamer. Omdat mensen niet geloofden dat ik het niet was. Nou, dat account bleef er best wel lang op staan en heel veel mensen hadden het gezien. Gelukkig hebben nooit fans het gezien en daarom wil ik dit toch wel een keer aan jullie vertellen. Om ook meisjes die dit overkomt een hart onder de riem te steken. Want al is het bij mij op een andere manier gebeurd. Het was geen naaktfoto van mij, maar er werd gedaan dat er naaktfoto's waren van mij. Weet ik wel hoe het voelt. En ik weet hoe het voelt als mensen je gaan naroepen. En al helemaal omdat ik het was. Het klinkt heel arrogant, maar mensen vonden die sensatie leuk. Van, oh, Hilaire van Bergen, die heeft dit gedaan of zo. En ook mensen die ik kende, mensen uit mijn klas reageerden erop. En er zijn ook mensen die doen nu dan super aardig. Terwijl ik alle reacties gelezen die zeiden, oh, wat een hoer, of haha, moet je dit zien, echt een slet. En ik weet gewoon wie er zo op gereageerd. En sommige mensen doen nu vet aardig tegen me met uitgaan of zo. Terwijl ik echt denk, ja, maar ik weet hoe jij er toen op hebt gereageerd, weet je wel. Ik weet nog steeds niet wie het account hebben gemaakt. Heel veel mensen die hebben namen geroepen her en der. En ik weet het nog steeds niet, want ik wilde aangifte doen. Ik heb ook gezegd, als jullie het account niet afhalen, wordt er aangifte gedaan. En dan wordt jullie IP-adres achterhaald. Toen zijn ze in een soort van wanhooppoging nog allemaal foto's aan het droppen. Toen gingen ze allemaal foto's droppen. Of van mijn bikini, of van die foto die wel van mij was, dus in joggingbroek en BH, of van foto's, naaktfoto's van andere meisjes, zonder hoofd. Toen hebben ze het uiteindelijk verwijderd. Maar eigenlijk was alles al, zeg maar, ja, de schade was al verricht, zeg maar. Want op dat moment trad ik ook op de school waar ik uiteindelijk HAVO heb gedaan. En ik weet nog dat ik daar kwam. En toen ging ik optreden in die aula daar. En ik kende natuurlijk niemand daar, want het was niet mijn school. En dat vond ik dus al super eng. Want het is best wel vaak dat lavanders best wel opkijken tegen slingerbossers. En ik wist dat iedereen die foto had gezien. En toen ik daar stond, viel mijn muziek ook uit. En er werd naar me geschreeuwd. Leuke foto's, ja, leuke BH. Ja, leuke naaktfoto's. En ik stond er alleen maar, oké, ik moet mijn liedjes zingen. Ik moet doorgaan. En ja, er is nog best wel vaak naar me geroepen en zo. Uiteindelijk maak ik er zelf wel grappen over. Zelf van, dat het gewoon dom was dat ik het in mijn verhaal zette. Het was gewoon automatisme. Het was gewoon, weet je, ja, het was gewoon een beetje dom. Maar het was wel, ja, het was niet, de hele foto zelf was niet super erg. Maar iedereen maakte er zo'n groot probleem van, dat ik me zo rot begon te voelen. En ik weet wel dat toen ik op een gegeven moment ging optreden op mijn eigen school, toen, daar hebben ze zo'n Ivy. Ja, dat is zeg maar gewoon, ik heb al even opgegeven als leerling. En dan werk je samen met een paar docenten aan schoolfeesten en een beetje die dingen. En dat, die aten daar dan altijd 's avonds, want dan was ze na het schoolfeest waar ze crew waren, zeg maar. En ik kwam naar binnen lopen om mijn spullen te droppen. En zo'n meisje die zei gelijk, oh, nou, nu is mijn eten dus gelijk weg. En ik wist gewoon dat het daarover ging. En het punt is, weet je, als ik het was, dan had ik het misschien zelfs nog, ik weet niet of ik het dan erger had gevonden, maar ik was het niet. En iedereen dacht dat ik naaktfoto's had. En iedereen dacht dat ik foto's had lopen maken van mijn billen van de achterkant. En iedereen dacht dat ik foto's had lopen maken van mijn borsten. Zonder BH of zo. Maar dat was allemaal niet zo. En dat irriteerde me gewoon zo erg dat mensen er zo in geloofden. Terwijl die foto's niet eens op elkaar leken. En ik hoor het nog steeds wel eens hoor. Mensen die denken daarom ook dat ik echt heel veel jongens heb gehad. En dat ik met Jan en allemaal seks heb gehad. Maar dat is allemaal echt niet zo. En ook als ik, zo, ik hoop dat je het niet hoort. En ik weet ook dat ik met iemand ging afspreken. En dat hij zei, ja, mijn vrienden zeggen dat je echt heel makkelijk in bed bent te krijgen. En dat je echt een slitje bent. En ik zat echt zo van, hè? En ik wist dus eerst niet dat mensen over me dachten. Maar ik ben er dus sindsdien achter gekomen dat mensen heel erg zo over mij denken. En denken dat ik echt super veel jongens in bed heb gehad. Maar ik zou vertellen, er is maar één geweest. En in
3 jaar. Dus dan denk ik, jongens, ik ben echt super netjes en echt best wel preut, zeg maar, soms. Als in, ik vind afspreken, zeg maar, bijvoorbeeld super eng. En, ja, oké, we dwalen af. Ja, op een gegeven moment vond ik het dus ook super eng om naar Vierhaven te gaan. Omdat dat weer die nieuwe school was. En ik wist dat iedereen er eigenlijk wel van af wist. En toen heb ik ook bedacht, weet je, het is maar beter om er zelf wel eens over te beginnen. Als er bijvoorbeeld een foto is uitgelekt of iemand zegt, oh, verdomme, Tini heeft het in zijn story gezet. En dan zeg ik, haha, dat deed ik ook. En om het, zeg maar, taboe een beetje te doorbreken. Dat mensen zeggen, oh ja, dat weet ik nog, was dat niet super kut? En dan kan je er gewoon normaal over praten in plaats van dat niemand er eigenlijk over durft te praten. Dus dat is denk ik uiteindelijk wel goed geweest. En dat zou ik iedereen ook aanraden. Wees er uiteindelijk gewoon luchtig over, want je kan er niet heel erg veel aan veranderen. En hoe krampachtiger jij erover doet, hoe leuker mensen het vinden om erover te praten en het juist door te sturen. Want dat vind ik, zeg maar, als mensen je willen pijn doen, dan kunnen ze dat dan gebruiken. En als jij gewoon zo zit van, ja, weet je, het maakt me niet meer uit, dan gaan mensen er ook niet meer over beginnen of je ermee pesten. Sorry, ik ben ziek en mijn stem klinkt echt heel kut. Maar dat was mijn verhaal. Het is een heel onduidelijk verhaal misschien, maar ik ben daar niet slecht in verhalen vertellen. Eigenlijk wist niemand dit van mij. Alleen de mensen die dit kijken, die bij mij op school zaten of zo, die weten dit. En ik was als de dood ook dat fans erachter kwamen of dat de foto rond zou gaan op het internet. Of gelukkig ben ik niet zo bekend dat het in de privé staat of zo, of dat het op RTL Boulevard komt. Dus daar heb ik dan nog geluk mee gehad. En ik vond het nu een goed moment om het een keertje aan jullie te vertellen. Dus my life is not perfect either. Maar jongens, ik ben helemaal blij. En er is niks aan de hand meer met mij. Ik zou gewoon niet zulke foto's meer maken. Dus. En als je het doet, doe het zonder hoofd. Dat deed ik wel, maar ik zet het in. In ieder geval, dat was mijn storytime. Mijn allereerste storytime, by the way. Als je dit leuk vond, kan ik nog vaker dingen doen. Ik vind Q&A's ook erg leuk om te doen, maar storytimes ook. Wil je weten hoe het verder met mij op de middelbare school is gegaan op de HAVO? Kan ik dat ook vertellen? Laat dan even hieronder in de comments weten of je dat leuk vindt. En laat ideeën achter voor een andere video. Trouwens, iedereen vroeg om een WhatsApp op mijn iPhone. Maar ik heb zo weinig ruimte op mijn iPhone dat ik gewoon niks bijzonders op heb staan. Ja, life's hard. Ik hoop dat jullie het leuk vonden of leerzaam of er iets aan hebben gehad. Als je het zelf hebt meegemaakt, maak er in ieder geval zorgen. Het komt altijd goed en laat het een les zijn voor de volgende keer. Gaan we volgen op Instagram en vergeet niet te abonneren en ik zie jullie de volgende keer weer. Doei!